Ja, natuurlijk Visje hier weer. En vandaag, jawel, Black Ops 3. De beta. Ja, ik had toevallig het genoegen om het wat eerder te kunnen spelen. Dus dat is mooi. Ik ben benieuwd met wie ik allemaal... I'm Cratch. Ik hoop niet dat het echt allemaal bijvoorbeeld Faircratch is en dat soort dingen. Want ja, je speelt natuurlijk allemaal tegen mensen... die ook die beta iets eerder hebben. Dus het zal of YouTubers zijn of mensen van weet ik veel, van Activision of... Oh, dit is trouwens niet de Jungle Map. Het is dan wel een vette map vind ik dit trouwens. Ik had hem gezien bij Paul. Die had hem geüpload op E3 had hij hem gespeeld. Dropped. Dat is wel een beetje jammer. Maar zo zie je hebben we gewoon twee kanten waar je kan gaan lopen. En ja, dat maakt niet uit op zich. Friendly UAV inbound. Even kijken, oké. Okay. Oeh, die headless spots hier zijn wel zeg maar heel erg handig. Ja. Dan gebruikt hij natuurlijk ook die headless spots. Maar ja, dat maakt niet uit op zich. Oeh, oh, oh. Oei, 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 oei. Ik vind trouwens wel die ambulance vind ik ook vet trouwens eruit zien, hè? Die je krijgt, die ambulance. Dus hoe dat eruit ziet, zeg maar. Ja, dat is kut, hè? Ik heb natuurlijk helemaal niks, dus dan denk ik meteen van, u bent slecht in deze game. Maar nee, maar ik speel natuurlijk voor de, nou, wat is het, mijn vierde potje of zo. En, ja. En hun staan al op te wachten, zeg maar. Dus, hey, ik zie wel inderdaad Sandy en It's Your Dead nou zitten in de game. En ik heb een UFI tegen. Dus dat is ook een beetje kut. Ja. En mijn wapen is hier wel... Level 2. Oh my god. Wat is dat dan weer? Oh, ik heb een Hellstorm op mijn dak gekregen. Nou. Dat is jammer. We gaan even hier omheen lopen. Dat is een beetje traagjes. 4 om 7. Ja, het is natuurlijk altijd aftasten in het begin. Oeh, die headcliff spots hier op de zijkant. Oh my god. Even kijken. Oh, je kan hier ook naar binnen. En dit kan ik niet vinden. Ja, wat moet ik hierover zeggen? Ja, ik vind het een leuke map. Oh, je kan die thruster, is dat er? Oh, nice, nice, nice! Double kill! Yes! De spikes, en ik ben stunned trouwens, of zo. Op een of andere manier. Dat is wel kut. Ah, dat is echt kut! Dat ik nou gekild word, want ik heb bijna mijn UAV. Oh! En ik ben gecrossbowd. Kan ik hier omheen lopen? Ja, ik kan hier omheen lopen. Oké, cool. Oh! Oh! Ja, ik kon niet reloaden of zo. De reloaden gaat traag, hè. Ik heb natuurlijk geen fastmark of zo. Even kijken. Voor mij zat hier iemand. Ja, voor mij zat hier iemand. Even kijken. Nee, er zit iemand neer. Nou, voor het eerste potje. Nou, valt mee, denk ik, toch? Oh! Oh, 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 oh! Kingslayer. Kijk of we hier binnen gaan. Altijd leuk, altijd eerst die mappen ontdekken eigenlijk. Hè? Dat is echt altijd leuk bij zo'n game. Daar is er eentje. Oh! Ik let het helemaal niet op! Ik let helemaal niet op, maar ja. We gaan even verder kijken. Nou, we zaten ons meteen gekild. Ik vind dat je... Het lijkt alsof het iets gepatcht is. De dead, zeg maar. Het lijkt er net op dat het iets gepatcht is, inderdaad. Want je gaat iets minder snel dood dan lijkt wel op de ding. Oh, dus al... Wel een headless spotje hoor, jongens. Ah, kom op, jongens. UFI is wel nu heel erg belangrijk om te halen, natuurlijk. Oh, ik moet trouwens nog tactical zetten. Ah, jongens. Dat is jammer. Ik moet even trouwens op tactical zetten, want dat is heel irritant. Dat zie ik eigenlijk nu pas. Dat moet ik even in de game doen. Maar dat maakt niet uit. Maar dit was mijn eerste potje in ieder geval. Ik ga lekker spelen. Lekker gameplay halen. En ja, ik hoop dat jullie het... hoe heet ik weer? Gewoon leuk gaan vinden natuurlijk. Ik zeg natuurlijk zoals altijd, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En veel gameplezier, hè. Bye bye.